Zal ik u nou eens wat vertellen? Dan moet je eens op mijn woorden letten. Mark my words. Hey, mark my words. Doe een stukje in het Engels ook. Er zijn Engelsen vanavond binnen. En anders hebben ze niks aan zo'n programma. Nee, is allemaal binnenlandse politiek. Hebben ze niks aan. Maar mark my words. Dan moet je eens opletten wat ik nou ga zeggen. Linksaf kan alleen stand houden als rechtsom is. Zou je die nog niet even opschrijven voor thuis dan? Linksaf kan alleen stand houden als rechtsom is. Jongens, het kan niet anders. Je moet het op de een of andere manier. Je kunt er kwaad om zijn wat er nou gebeurt. Maar je moet fuseren. Je moet fuseren. Het hele bedrijfsleden fuseert toch ook? Ja, mensen, 300 jaar geleden. Een man als Jan-Pieter Zegoen, die had mooi praten met zijn en de fuseert niet. Maar dat was natuurlijk een totaal... Jan-Pieter Zegoen heeft toch gezegd en de fuseert niet? Nee, wat heb je dan gezegd? Nou, bemoei je er dan niet mee. Nee, wat is het nou een vervelende manier van doen? Zit je gezellig met elkaar te praten? Een beetje bedweterige opmerkingen. Vandaar, als je weet, kun je het zeggen. Als je dan niet eens weet wat hij wel hebt gezegd, moet je toch niet doen? Nee, dat vind ik vervelend. Zo'n beetje eenzame intellectuele en Appeldoorn, daar hou ik niet van. Nee. Wat heb je daar nu aan? Wij weten dat niet. En dan zit jij in je eentje ineens bedweterig te doen midden in die zaal. Want dat heb je niet gezegd. Als ik dan vraag, wat heb je dan wel gezegd, weet je het niet. Weet je, op welke school ben je dan geweest dat je dat dan weet? Zou ik dan wel eens willen weten. Heb je dan een andere school gehad dan wij hier allemaal omheen dan of zo? Sta eens op, vertel eens aan de dames en heren waar jij dan op school bent geweest. Je... Nou, je kan toch ook zo flink zeggen dat hij dat niet gezegd heeft. Moet je eens opstaan. Sta nou eens op, moet je eens kijken. Sta nou eens op en vertel jij nou eens aan de dames en heren waar jij dan op school bent geweest, waar je dat dan allemaal geleerd hebt. Dat zijn wij dan benieuwd naar. Moet je kijken, nou blijft hij zitten. Dat deed hij op school ook al. Nee, dat is toch een vervelende manier van doen. Zit gezellig samen te praten, komt hier ineens tussendoor. Dat heb je niet gezegd, dat is vervelend. Dat is vervelend, neem dat dan van mij aan. Vindt iedereen vervelend. Bedweterig gedoe, dat is vervelend. Al die grote mensen hebben allemaal wat gezegd. Hebben jullie dat dan allemaal geleerd op school? Moesten jullie dat leren dan? Een rare school is dat dan. Weet je dat dan allemaal wat je hoofd, wat die mensen nog gezegd hebben? Wat heb je verder dan nog geleerd? Wat heb dan nu van Spijk gezegd, weet je dat dan? Moet je eens opletten, dat weet ik niet. Van Spijk, al die grote mensen hebben wat gezegd. Van Spijk heb ook wat gezegd. Toen hij de lucht in vloog, wat heeft Van Spijk gezegd? Steekproef. Wat heeft Van Spijk gezegd? Moet je opletten, steekproef, weet hij. Wat heeft Van Spijk gezegd toen hij de lucht in vloog? Weet hij niet, dat hebben we niet geleerd. Nee, zover waren ze nog niet. En Van Schaffelaar, toen hij van die toren afsprong, heb je ook wat gezegd, weet je wel? Weet je ook niet. En toen ze elkaar halverwege tegenkwamen, dat hebben we ook gezegd. Maar een beetje voor Joker zit in de volle zaal, meneer. Hij zal het allemaal beter weten. Wat 300 jaar geleden, mevrouw, wat Jan-Pieter Zegoen heeft gezegd. Of dat van enig gewicht is. Jan, 300 jaar geleden, dit is van geen enkel gewicht. Je hebt er in wat snikhete Batavia gezeten. Hij doet net of hij met de tape recorder ernaast hebt gestapt. Hij zal het allemaal precies zeggen. Wat Jan-Pieter Zegoen, dat kan helemaal verkeerd overgebracht wezen ook, nietwaar? Dat weet je niet. Zo'n man kan iets gezegd hebben, meneer. Dat kennen we allemaal, nietwaar? Denk er ook niet aan dat 300 jaar later meneer daar in Orpheus daarover terug zal vallen. Wat wil je dan? Dat een manier van doen is vervelend. Is toch vervelend, mevrouw? Er helemaal uit, 300 jaar geleden. Nee, die mensen, je zegt allemaal wel eens wat, moet je niet gaan zeggen, dit of dat gezegd. Dat doe je wel, want ik hoor het. Dat een manier van doen. Die man heeft er gezeten, misschien in Batavia, die heeft van zijn teen niet afgewezen wat hij zei. Moet je eens nagaan, mevrouw, die mensen, die, moet je eens kijken, die oude schilderijen, wat een dikke kleren die mensen droegen. Hij kijkt nou naar die oude schilderijen, maar dan moet je eens nagaan in het warme Batavia, met die dikke warme pakken, dan die mensen wisten van de santé niet af wat ze zeiden. Nee, laten we eerlijk wezen, dan ben je zo bezweet, mevrouw, dan ben je bezweet. Laten we eerlijk wezen, je bent bezweet en warm, je weet niet meer wat je zegt, gaat hij er 300 jaar later over zitten ze zaniken. Die man daar heeft daar gezeten in het warme Batavia met 4 onderbroeken over elkaar, en wie zal dat zeggen, dan weet je niet meer wat je zegt, mevrouw, hij heeft er één dan en die weet het al niet. Laat me eerlijk weten. Dat is een manier van doen allemaal. Het is alsof ik als hij er zo naast heb gestaan en de fuseert niet. Misschien was het een boodschap voor zijn vrouw. Begrijp je, dat kan toch ook wezen? Dat zijn vrouw met andere jongens uitging. Dat hij zei, als mevrouw Koen tegenkomt, moet je een keertje zeggen dat ze niet fuseert of zo. Dat kan heel anders. Hij doet of hij het allemaal daarnaast heb gestaan. Vervelende manier van doen.
Nou, daar helemaal niet van. Als iedereen zegt wel eens wat, het gaat, maar helemaal vindt het totaal onbelangrijk. Maar dan moet je niet ineens gaan beginnen van ja, dat heb je niet gezegd en wat gezegd. Een vervelende manier van doen. Die mevrouw heeft zich dat misschien, die man heeft zich dat laten ontvallen of zo. En die verzeer niet. Iedereen doet het wel eens. Dan ben ik er helemaal uit. Ik heb er helemaal geen zin meer ook. Doe jij het maar, je weet het toch zo goed. Nee, doe het niet meer. Ik heb er geen zin. Ik had me op de avond verheugd, meneer, een keer rustig, weet je. Ik ben er helemaal uit ook, ik weet niet eens meer waar we waren. Waar waren we nou? Ja, bij Jan Pieter de Groen, daar kom ik weer bij hem, wat heb je daar?